Ja, Nigel Hasselbeck, volgens mij ben jij sowieso al een jongen die altijd positief is en een brede glimlach op je gezicht hebt. Maar ja, na de laatste weken moet dat denk ik helemaal zo zijn. Ja, zeker, zeker. Voor mezelf goede flow en helemaal voor de elftal waarmee we bezig zijn de laatste paar weken is alleen maar lekker en geeft alleen maar een goed gevoel. Was het afgelopen zaterdag misschien wel jouw beste wedstrijd voor Excelsior? Ja, je kan zeggen van wel. Ja. Ik speelde wel lekker pot, vond ik. Ja, en sowieso de laatste weken bij Sparta erin gekomen en aan de zijkanten. Dat is denk ik toch misschien wel meer je positie dan centraal. Nou ja, ik ben een buitenspeler, maar ik heb ook in mijn carrière ook als spits gestaan, als tweede spits. Ik sta een beetje overal voorin heb ik gestaan, maar nu gaat het wel lekker aan de linkerkant. En dan ben je transfervrij, dus heb je misschien straks het club zelf voor het uitkiezen? Ja, misschien wel. We zijn nu bezig met, in principe, dat is nog niet de prioriteit. De prioriteit is om even hier handhaving vast te leggen en hopelijk direct. En daarvanuit gaan we kijken wat er gaat gebeuren volgend seizoen. Maar ongetwijfeld wil Excelsior met jou verder. Maar ik kan me ook voorstellen dat jij nu zoiets heeft van, even wachten wat er misschien allemaal op me afkomt. Want dit is niet mijn eindstation. Nee, zeker niet mijn eindstation, snap je. Je wilt natuurlijk kijken wat er allemaal op je pad komt. Maar zoals ik al zei, dat is allemaal mooi wat achteraf gaat komen. Nu moet ik me focussen op dit, waar ik nu ben en wat er nu gaat gebeuren. En voor ons is nu de eerste prioriteit is om ons veilig te stellen. En is ook beter voor jezelf, ook voor je cv als je naar een andere club gaat, mocht dat willen. Dat je dan wel weggaat en hier goed afsluit, snap je? Dus dat is de eerste prioriteit en daarna kijken we verder. En je hebt je voeten laten spreken, want je speelde niet altijd. En dan kan je twee dingen doen. Je kan gaan morren of je kan gewoon laten zien dat je het wel kan. Ik denk dat jij het voor het tweede hebt gekozen. Ja, ik heb zeker voor de tweede gekozen, snap je. De trainer had me aan de kant gezet. Daar had hij zijn redenen voor. En dat moet je op dat moment dan accepteren. En dan moet je gewoon wachten tot je kansen gaan komen. En die zijn gekomen. En die heb ik met beide handen gepakt. Met mooie doelpunten. Want welke vond je de mooiste van de laatste weken? Toch die van afgelopen weekend tegen Vitesse? Ja, die vond ik mooi. Ik vond eigenlijk tegen Van Sparta vond die mooi. Die tweede vond ik... Gewoon goed opgezet en dat was een goede 1-2'tje. Dat vond ik wel het mooiste goal eigenlijk van de afgelopen goals. Dit zijn de belangrijke weken. NEC, daar gebeurt veel op dit moment. Hoe kijken jullie daar naartoe tegen die situatie daar in Nijmegen? Met een trainer die daar onder vuur ligt, supporters die morren. Ik bedoel, het kan twee kanten op gaan komende zaterdag. Jullie kunnen misschien heel snel dat publiek daar weer aan het morren krijgen. Maar goed, misschien is het ook zoiets dat ze met z'n allen hun laatste krachten verspelen. Terwijl Ronald Graafland nog even grappig probeert te zijn. Om alles weer op de rit te krijgen. Soms zie je dat wel eens, dat het juist misschien tegen jullie kan werken. Zeker, zeker. Je verwacht wel. Iedereen heeft meegekregen wat er daar allemaal gebeurt, wat er allemaal bezig is. Dus je krijgt een reactie van hun en dan is het... het kan in voordeel gaan of in nadeel, maar ik denk gewoon dat wij gewoon van onze eigen kwaliteiten moeten uitgaan en gewoon door moeten gaan wat we afgelopen week hebben gedaan. En dan ja, dat maakt niet uit wat hun daar allemaal gaan uitspoken. Interesseert ons vrij weinig. Als wij gewoon vanuit gaan van onze eigen kwaliteit, heb ik er alle vertrouwen in dat we 3 punten daar halen. Ja, want Feyenoord en Den Haag komen daarna nog. Maar gevoelsmatig heb je het idee. Winnen jullie in Nijmegen, dan is het wel klaar. Nou ja, kijk. Als je een beetje berekeningen gaat maken, zo, dan moet het klaar zijn. Maar hopelijk, we kijken van wedstrijd tot wedstrijd. Dus dit is een wedstrijd die je moet winnen op zich. En dan hou je NEC onder je. En dat willen wij. We willen op dit moment gewoon alle teams die onder ons staan, onder ons houden. En dan speel je zelf zo snel mogelijk veilig. 3 keer op rij winnen, het zou zomaar kunnen, maar het is wel een unicum. Dat gebeurt volgens mij bijna nooit bij Excelsior. Volgens mij is het nog nooit gebeurd. Nou ja, eens moet de eerste keer zijn, is me altijd verteld. Dus we gaan voor de 3 punten zaterdag. Dankjewel. Succes. Dankjewel.